Hallo en welkom bij deze video over Coinbase. In deze video leg ik uit hoe je Coinbase gebruikt en nog belangrijker hoe je Probit Coinbase gebruikt. En voor het gemak voor deze video noem ik het gewoon Coinbase Pro. Coinbase kan gezien worden als je broker waarbij je crypto ophaalt met fiat. En om een voorbeeld erbij te pakken, de Giro is dus een voorbeeld van een broker waarbij je aandelen kan kopen. En Coinbase is dus het equivalent van je Bitcoin en een kleine selectie aan altcoins wat Coinbase aanbiedt. Coinbase heeft twee onderdelen. De eerste is het platform waar we nu naar kijken. En de tweede is Pro.Coinbase, of dus Coinbase Pro. En hiervoor heette dat GDEX. Wanneer je een account hebt aangemaakt op Coinbase, heb je ook direct toegang op Coinbase Pro. Het verschil tussen de twee platforms is dat. Ten eerste, Coinbase makkelijker te gebruiken is. door de gebruiksvriendelijkere interface dat Coinbase Pro aanbiedt. Coinbase Pro aan de andere kant heeft een interface met een iets grotere learning curve. Maar het grote voordeel is dat je meerdere opties hebt en de fees zijn significant lager dan op reguliere Coinbase. Wanneer je van plan bent om bijvoorbeeld bitcoin te kopen, heb je dus eerst een account nodig op Coinbase. Wanneer je dat gedaan hebt, moet je account nu nog verifiëren door je ID op te sturen en een document van je recente bankafschriften. En dit ga ik dus overduidelijk niet laten zien om privéredenen, maar het proces spreekt van zich en is heel simpel. Wanneer je account volledig geverifieerd is, kan je geld gestort op Coinbase. Dit doe je door naar portefeuille te gaan, vervolgens hier op euro's te klikken en naar storten te gaan. En dan krijg je vervolgens twee opties. En die opties zijn SEPA-storting en Ideal. Zelf gebruik ik altijd SEPA in plaats van Ideal, want de vorige keer toen ik Ideal probeerde, ging er iets fout. Het geld werd uiteraard na een aantal werkdagen terug op mijn rekening gestort, maar het was een vrij vervelende ervaring omdat ik eerst niet wist wat de fout ging. Een SEPA transactie duurt vaak niet langer dan een werkdag en daarom gebruik ik voor de veiligheid en voor de zekerheid altijd SEPA transacties. Omdat we nu op een account zitten waar ik en een goede vriend van mijn software optesten, hebben we al een bedrag gestoord waarmee we kunnen spelen. En zoals ik in het begin al zei, zijn de fees op Coinbase Pro lager dan op Coinbase. Dus daar gaan we nu naar kijken om onze crypto te kopen. Eenmaal aangekomen op Coinbase Pro ziet de interface er direct heel anders uit dan op Coinbase zelf. Je zult rechtsboven misschien een klein zwart balkje zien en dat dient om mijn naam af te schermen. Linksboven zien we dus de crypto fiat pairing. Daaronder hebben we onze wallet en dan hebben we dus onze beschikbare euro's en onze beschikbare bitcoin. Daaronder hebben we dus onze order opties en die opties zijn market, limit en stop en hier kom ik zo weer op terug. Vervolgens kan je ook kiezen tussen kopen en verkopen, uiteraard. Rechts daarvan hebben we onze orderboek. En dat is handig om je limit orders in te plannen. En ik zou zo uitleggen waarom. Boven in het rood hebben we onze sell orders. En hieronder zijn alle buy orders. Als we dan naar het midden gaan, zien we een grafiek van de prijs. En omdat ik altijd trading view gebruik, kijk ik hier nooit naar. Daaronder hebben we de visualisatie van onze orderboek. Dus links zien we dus weer alle kooporders, en rechts zien we alle verkooporders. En daaronder staan onze privéorders. En links hebben we dan onze open orders staan. Hier komen dus bijvoorbeeld je limit orders of je stoporders te staan. En hier de fails. En dit zijn al de orders die zijn afgegaan. En dit zijn dus ook de orders die zijn getest door bijvoorbeeld software of dat ik het aanmatig heb getest. En helemaal rechts zien we dan de trade history. Ik heb hier zelf nog geen bruikbare use case voor gevonden. Dus de trade history valt ook redelijk te verwaarlozen. Maar hier komen dus alle trades in te staan die zijn gemaakt door alle gebruikers van Coinbase. Nou wil ik me eerst gaan focussen op de linkerkant van de interface. En dan wil ik gaan beginnen bij het storten van euro's naar je Coinbase Pro. Als we dan even weer snel switchen naar Coinbase, zien we dat we een saldo hebben van 159 euro. En dat willen we dus hebben op Coinbase Pro, omdat de fees daar lager zijn dan op Coinbase. Dus we gaan weer terug naar Coinbase Pro. Drukken op Deposit. Klikken Euro's aan. En vervolgens selecteren we Coinbase Pro. Of je kan hier ook direct je SEPA-transacties doen. Omdat we dus geld hebben staan op Coinbase. Klikken we dat aan. Drukken voor het gemak op Max en op Deposit. En zoals je kunt zien, hebben we hier dus de 159 euro op staan en op Coinbase is het leeg. Nu het geld gestort is, kunnen we kijken naar de orderopties. En we zien dus market, limit en stop en we kunnen kopen en verkopen. Ten eerste gaan we kijken naar de gewone market order. Bij een market order koop je een asset op de huidige prijs. Je betaalt dan normale transactiekosten en de bid-all spread. En de spread is het verschil tussen de hoogste kooporde en de laagste verkooporde in de orderboek. En de transacties zullen direct plaatsvinden. Dus we zien hier resten van de euro spread. En dat verschilt een beetje tussen de, tussen de 1 euro en de 2 euro. En we kunnen dus zien de hoogste bot, de hoogste koopbot, is dus 8135 ongeveer. En de laagste celbot is op 8136 euro en dat verschil is dus ongeveer anderhalf tot twee euro dus om te laten zien hoe makkelijk dit werkt we klikken bijvoorbeeld onze beschikbare euro's aan we plaatsen onze order en we hebben hier onze bitcoin als we dan op bitcoin klikken gaat hij automatisch naar cel onze maximale aantal bitcoin is hier te zien is direct al ingevuld hieronder staat de fee dus dat is ongeveer 80 cent en wat we dan krijgen we plaatsen weer de cel hij gaat automatisch af en we krijgen dus onze euro's hier weer te zien. Bij een limit order maak je gebruik van het ordeboek. Je order wordt dan geplaatst op een specifieke prijs en die prijs die gaat pas af wanneer de asset de bepaalde prijs bereikt. Je kan alleen een limit buy plaatsen op een prijs lager dan de huidige prijs. En tegenovergesteld kan je alleen een limit verkoop plaatsen op een prijs hoger dan de huidige prijs. En dat ziet er dan als volgt uit. Ik ga de aggregation ga ik even wat hoger instellen. En we gaan dus weer naar de limit en we willen dus Bitcoin gaan kopen. En voordat we dat gaan doen, wil ik nog even gaan bespreken wat een buy en wat een sellwall wall is. Een buy en een sellwall wall is een specifiek punt in de prijs waarbij er veel orders opgestapeld zijn. Dus als we kijken naar de kooporders, zien we bij 8000, zien we dat er veel orders opgestapeld zijn. En wanneer we dus ietsjes er omhoog gaan, bijvoorbeeld naar 8030 euro. Zien we dat er veel minder kooporders gestapeld zijn. En bij 8040 zijn er nauwelijks orders te vinden. Die 8000, het punt waarbij er veel, veel kooporders opgestapeld zijn, noem je een buy wall. Als we naar de celorders kijken, zien we direct niet zo, zulke grote histogrammen. De eerste die we zien is op 8600. En dat is hier het punt waarbij er veel verkooporders gestapeld zijn. Dus stel, we willen nu Bitcoin gaan kopen gaan we dus weer naar de kooporders en we willen het dus niet op de 8000 gaan plaatsen. We willen onze limit order niet op 8000 zetten, omdat er dus veel kooporders gestapeld zijn op dat punt en de kans is dus kleiner dat jouw kooporder wordt geactiveerd op 8000. Dus in andere woorden, wanneer je een limit order plaatst, wil je je kooporder altijd boven de wall zetten. In dit geval willen we hem dus ongeveer op 8.030 zetten. Dus dat klikken we aan. We hebben dat aangeklikt. We klikken op het aantal euro's. En dit is dan het aantal bitcoin wat je ervoor krijgt op de prijs van 8.030 euro. Met het bedrag van 157 euro. Druk vervolgens op place buy. En je kan zien in open orders is die gezet. Hij staat ook direct in je orderboek. En je kunt hem ook nog eens hier terugvinden in de visualisatie van de orderboek zelf. Als we hem weer uit de orderboek willen halen, kunnen we simpelweg op cancel open orders klikken of op je specifieke orde nog gewoon het kruisje. Wat ook opviel, of wat je misschien is opgevallen, is dat wanneer je kooporde is geplaatst, het beschikbaar aantal euro's dus minder wordt. Dus het aantal euro's wat je hebt geselecteerd op die limitorder is dus niet meer beschikbaar voor je andere trades. Deze zijn dus weer beschikbaar wanneer je order cancelt. En voor het verkopen werkt het net zo. Dus om dit te illustreren, kopen we weer wat Bitcoin. En we plaatsen vervolgens als Coinbase meewerkt, Ik refresh de pagina. En we klikken vervolgens onze Bitcoin aan. We gaan naar limiet en we zetten limiet dus onder deze cel al. En we plaatsen dus vervolgens weer de order. En zoals je kan zien staat onze verkooplimiet dus nu in de ordeboek. Als laatste hebben we dan de stoporder. En bij de stoporder zien we dus onze stopprice en de limitprice. En de stopprice is dan de prijs waarbij de limietorder wordt geplaatst. Omdat ik zelf alleen maar stoplosses gebruik, dus een stoporder voor het verkopen van mijn assets, zal ik dit dus gebruiken in mijn voorbeeld. En ik zal ook zo laten zien waarom ik het afraad om het andersom te gebruiken en waarom ik het niet eens ben met de algemene literatuur over bijvoorbeeld risicomanagement. Een stoploss is ervoor gemaakt om je risico zo minimaal mogelijk te houden. Dus stel we hebben bitcoin gekocht op een prijs van 8.020 euro en we zien die buywall op 8.000 euro. Wanneer alle orders zijn opgegeten op 8.000 euro kunnen Ervan uitgaan dat Bitcoin verder zal dalen naar de volgende buy wall. Om die risico te voorkomen gaan we dus een stop plaatsen en daarmee bedoel ik dus een combinatie van een stopprijs en een limietprijs. En dat ziet er dan als volgt uit: we gaan naar sell en op onze stopprijs willen we dus de buy wall gaan gebruiken, dus 8000 euro in dit geval. En dan selecteren we onze maximaal aantal Bitcoin en voor de limietprijs zetten we dus 10 euro lager. Dit verschilt ongeveer per asset. En voor bitcoin gebruikt het dus een verschil van 10 euro. Dus wat gebeurt er dan? Wanneer bitcoin de stopprijs aanraakt van 8000 euro. Wordt er een limietorder geplaatst in de orderboek op 7990 euro. En dit is dus onze stoploss. En deze stoploss is er dus nogmaals voor om onze risico zo laag mogelijk te houden. We gaan hem plaatsen. Place order. En dan staat hij volgens in onze open order. Om te illustreren waarom ik het afraad om een stoporder te gebruiken voor het kopen van je asset, wil ik de nadruk leggen op risico. En voor het voorbeeld gaan we eens dus kijken naar het chart van Ethereum in euro's. En wat je dan voornamelijk leest in de literatuur en zelfs op het internet bij bijvoorbeeld continuation patterns of elke andere pattern, is dat je graag wilt kopen wanneer resistance gebroken is. En ik ben het hiermee oneens om twee redenen. Ten eerste zijn er in een markt zoals crypto, maar ook in traditionele markten, veel valse breakouts van een patroon. En ten tweede is je risico dus veel lager wanneer je koopt op support dan wanneer je koopt op resistance. En dat valt dus te illustreren met een simpel voorbeeld. Stel, we hebben deze sideways channel met een resistance van 218 euro, 219 euro ongeveer, en een support van 202 euro. En we besluiten dat dit een continuation pattern is. Ik zeg niet dat het zo is, maar we gaan er nu van uit dat dit een continuation pattern is. En wat de literatuur dus zegt, zodra de prijs resistance breekt, kunnen we dus uitgaan van een trend continuation. En daarom is je risico dus lager als je koopt wanneer resistance gebroken is. Maar dat is gewoon simpelweg niet waar. Stel. We hebben onze stoploss hebben onder deze support. Dus dat is ongeveer op 192 euro. Deze rode lijn is nu onze stoplos. En we zeggen dat we een lager risico hebben zodra resistance gebroken wordt. Dus wat gebeurt er dan? We hebben hier ongeveer op 230 ons uh, ethereum gekocht. En wat is dan je risico? Je risico is op dat punt bijna 17%. Dus wat ik dan denk, is wel, waarom. Als we al denken dat het een continuation pattern is, waarom kopen we dan niet gewoon op support? En stel we hebben dus op support gekocht, dan is ons risico opeens 5%. Dus we zijn van een risico van 17% ongeveer gegaan naar een risico van 5%. Dit was dan het eind van deze video. Als je dit een leuke video vond, vergeet dan niet een like achter te laten. Als je dit niet leuk vond, laat dan een dislike achter. En vergeet niet te abonneren als je graag meer content wil zien. En dan graag tot de volgende.